We willen als bibliotheek echt een podium van de stad zijn. Dus we staan open voor samenwerkingen met andere partners en organisaties of gewoon een leuk initiatief. En daar kunnen wij dan bijvoorbeeld weer programmering aan toevoegen. Of daar kunnen we met collectie een langer themaverhaal omheen bouwen. Maar we werken ook met culturele partners soms buiten de deur. We staan bijvoorbeeld in maart alweer voor de derde keer ook op het boekenfeest in de Annakerk. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Tiny Tots and Little Dots. Dat is een voorlees- en zinggroep. Gestart door Aziatische moeders, vooral Japanse en Chinese dames, maar zitten ook Indiaanse dames bij en ook Nederlandse moeders. Our group name is Tiny Tots and Little Dots. It's an international storytelling group for parents with little children. 1, 2, hello, 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 how are you? We start with singing songs, then we have stories, and then we have art and craft. The most important thing about the group is it's a mixed culture. Like there are Japanese ladies and from India. Oh, Jolly Bird! Chip chip! We're very grateful to the library because this library is very accessible and open for everyone. It's been a wonderful thing and it's been a great help because it's tough getting places here to organize groups, and we get it every Tuesday and people are very happy. Wij doen het omdat we denken dat we die functie hebben. Een open plek in de maatschappij waar we willen bijdragen aan ontwikkeling van mensen en ook inspringen op wat er speelt. En wij denken dat we sterker zijn als we dat met anderen doen, omdat iedereen zijn eigen kracht heeft. Maar we kijken wel altijd naar gedeelde waarden. Hebben we een beetje dezelfde missie en streven we hetzelfde na? En als dat zo is, nou dan is het heel leuk om een partnerschap aan te gaan. In Amstelveen zitten wij op het Stadsplein en in Westwijk hebben we een mooie vestiging en daar zitten bijvoorbeeld veel gezinnen. En in Alsmeer zitten we in de Oude Veiling, dus daar werken we ook veel samen met andere partners. In Uithoorn wachten we op een mooie nieuwbouw en zitten we nu in een soort pop-up store. En daardoor doen we weer mooie programmeringen buiten de deur. En we vinden het ook heel fijn om gewoon op die manier buiten de bieb toch zichtbaar te zijn.